Ja. 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 Love it. Love it, love it, love it. Ja. Ja. Zet het op mail en dan prikken wij first thing een datum, hè. Goed? Oké. Okay. Ciao, hè. Serieus, sinds wanneer prikken mensen datums? Data. En dat is de taal van het professionalisme, Bart. Sorry, Kurt. Lennekes, tijd voor een pauzeke, hè. Soepke. Ah. De Bart heeft er eigenlijk wel een punt, hè. Wat is dat tegenwoordig met die onnozele bureautaal? Tegenwoordig is alles een challenge. Of een commitment. Ja, of deze, bolwerken. Wat is dat eigenlijk? Bolwerken? Ik heb die gisteren nog gehoord. Ik heb zoiets van, what's in it for me? Oh. Pas op, je hoort dat niet alleen op kantoor. Hè. Tegenwoordig is ook elke toffe vrouw een straffe madame. En die houdt van bubbels met haar hubby en haar kids. Zalig. Kurt, ik heb nog een paar concerns over die pitch. Kunnen we daar later nog even over kortsluiten? Absoluut, meneer Peters. Ik stel ASAP een paar momenten voor op mail. Dan kunnen we even reconnecten en dan kunnen we dat samen die bottlenecken. Jongen, praat is normaal. Royco, en je voelt je weer helemaal...